Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Als je kennis maakt met het bijaardspel en zelf bijaard wil spelen, dan vindt Wim Berteloot het erg belangrijk dat je kennis maakt met de verschillende gezichten van de bijaard. Je hebt het academische instrument dat zich vol serieus meet met andere instrumenten. En je hebt het populaire instrument dat vrolijke deuntjes over de stad strooit. Beide facetten zijn belangrijk om dit stuk erfgoed in stand te houden. Ik ben Wim Berteloot en ik heb een muziekopleiding genoten. Eerst in de muziekschool in Roeselaar, later in het conservatorium in Gent. En ik werd kosterorganist in de Sint-Michielskerk in Roeselaar, waar dat er een bijaard hangt in de toren. Ik heb zo bij gidsbeurt kennis genomen met het instrument. Ik kom van Moorsleden, een dorp waar dat er geen bijaard was, uiteraard. Omdat dat toch typisch is aan steden en een beetje de macht van de steden tonen en de uitstraling. En in Roeselaar, ja, dat boeide me wel, die klokken. En er kwam een bijaardopleiding, een bijafdeling van Mechelen in Roeselaar. Ik heb die opleiding gevolgd, dan nog een paar jaar naar Mechelen geweest en daar mijn einddiploma gehaald in het jaar 2000. In 2001 ben ik adjunct geworden, adjunct stadsbejaardier in Roeselaar. En dan is gevolgd Menen in 2013, Diksmuiden 2016 en in 2017 ben ik als kers op de taart stadsbejaardier mogen worden in Brugge, een zeer geëerde plaats waar dat iedereen van over heel de wereld graag komt spelen. Ja, de vraag hoe word je bijaardier is niet zo'n eenvoudige vraag. Eerst en vooral moet je een affiniteit hebben met het instrument, met de klokken. Je moet daar echt de wil hebben om je daarin in te leven en daarmee te vereenzelvigen bijna. En ja, je moet toch wel een muzikale basis hebben. De meesten hebben al een grondige muziekopleiding, heel vaak professioneel, en nemen dan als een afrit, als een zijtak, als een, ik weet niet hoe dat ik moet noemen, bijhard erbij. En dat wordt dan misschien zelfs de grootste passie, zoals bij mij. Er is één grote school, dat is in Mechelen. En als ik zeg één grote school, omdat dat toch het wereldcentrum is van bijhardkunst, zijn er ongeveer 60 studenten, waarvan dat meer dan de helft buitenlander zijn. Dus dat wil wel zeggen welke uitstraling Vlaanderen en meer specifiek Mechelen heeft voor bijaardkunst. In Roeselaar is er ook een bijafdeling en ik mag daar sinds enkele jaren ook lesgeven. Dus de school waar ik zelf les heb gevolgd is nu een plaats waar ik mensen die opnieuw de opleiding volgen mag helpen begeleiden. Wat natuurlijk fantastisch is, want dat is iets wat we moeten bewaken. Het is erfgoed. Het is door de UNESCO, het bijaardspel is door de UNESCO erkend als immaterieel erfgoed. En het is onze taak om dat te bewaken. En we kunnen dat best door, denk ik, ook aanwezig te zijn tussen het volk met wat we doen. Het moet aanspreken. Het is heel belangrijk dat we op academisch niveau serieus overkomen. Dat wat we doen tussen alle andere instrumenten mag staan en dezelfde uitstraling heeft en dezelfde erkenning. Maar het is ook goed dat we, ik kan niet zeggen populistisch moeten zijn, maar toch ergens populair proberen te zijn met wat we doen door dingen die de mensen aanspreken te brengen. Dat vind ik van groot belang en ik krijg daar ook zeer veel respons op. Als mensen liederen, stukken, muziekstukken herkennen, dan ja, dat flirt dikwijls op en ik krijg daar veel reactie op. Het soort mensen dat bijaard speelt, daar kan ik niet zeggen dat dat andere mensen zijn dan jij en ik. Enfin, ik ben nu bijaardier, maar je moet in elk geval een grote passie hebben en uithoudingsvermogen. En je moet het ook maar willen doen. De trappen, dat is al een drempel voor veel mensen. Dus je moet echt fysiek ook in staat zijn om het te doen. In Brugge moet ik 3 keer per week meer dan 350 trappen trotseren naar boven om bij het instrument te komen. Het is een vrij zwaar instrument in Brugge, waardoor dat het fysiek ook toch wel een inspanning is. En je moet mentaal een uur lang bijzonder goed gefocust zijn op wat er gebeurt. Want niet alle instrumenten zijn gelijk.
Op nagenoeg elk instrument dat je komt, is er een aanpassing nodig. Hier in Diksmuiden heb ik 30 klokken met enkele pedaalnoten die er niet zijn ten opzichte van een standaard klavier. Dat vraagt tijdens het spelen steeds denkwerk om aan te passen enzovoort. Dus je moet, als je Beyard leert, moet je toch ook flexibel zijn. En het inzicht om dingen op het moment te kunnen aanpassen. Het is niet een heel strakke opleiding waarbij dat alleen elke noot technisch gespeeld moet worden. Het is het inleven en in de situatie komen waar je terecht bent, je daaraan aanpassen. Het is toch wel een totaal instrument dan bijvoorbeeld piano, waar dat je alles binnen handbereik hebt of vingerbereik. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Bij een Beyard liggen die toetsen die je met de vuisten bespeelt toch op een afstand. Ja, ook omdat die vuisten elkaar moeten kruisen en dat je moet plaats hebben om de noten aan elkaar te kunnen spelen. En die motoriek is een beetje het verhaal zoals op je hoofd, met je handen op je hoofd draaien en kloppen op je buik of omgekeerd. Zo die bewegingen, je ene hand gaat naar rechts en je andere hand gaat naar links, terwijl dat je voet dan ook nog een gekruiste beweging maakt. En dat is vaak een motorisch probleem bij beginnende studenten, die moet overwonnen worden. Er zijn er ook die na één jaar afhaken, omdat ze echt die combinatie met voeten en handen, ja, dat een brug te ver is. Dus in de bijaardscholen zijn er oefenklavieren. En heel vlug in de opleiding is het wel noodzakelijk dat je op een oefenklavier terecht kan, tezij op de school, tezij thuis. Er bestaan dus perfecte klavieren die net dezelfde afmetingen hebben. En als je slaat, heb je ofwel een metallofoon die je bespeelt, ofwel heb je een gesampelde Beyard. Dus alle klokken die aan die toetsen gekoppeld zijn, hoor je dan van bijvoorbeeld de Beyard van Brugge. Zo heb ik op mijn kantoor in Brugge een oefenklavier waar dat ik met nagenoeg dezelfde klank en toch met dezelfde bewegingen kan inoefenen. Want het is niet de bedoeling inderdaad dat je al je oefeningen en je mislukkingen over de stad uitstrooit. Ik vind het bijzonder uitdagend. Ik heb in deze zomer veel concerten mogen geven op verplaatsing. Om alle instrumenten te vergelijken met elkaar en elke uitdaging van elk instrument aan te gaan om daar iets mee te maken. Je krijgt een gegeven van een aantal noten, een reeks noten met toetsen. En die verschilt van instrument tot instrument. En aan de hand van een partituur waarvan dat je gewoonte hebt om op die manier te spelen, moet je dan zien hoe dat je dat gaat invullen. Ik vind dat een bijzonder uitdaging. En als je dan daar een resultaat dat voor jou bevredigend is, mee bereikt, dat doet bijzonder veel plezier. Ook de aard van het instrument. In Brugge zijn dat machtige basklokken. De zwaarste klok in Brugge weegt bijvoorbeeld 5400 kilo. Als je die klok, die pedaalnoot, die laagste pedaalnoot laat klinken, dat is echt genieten van die intense klank, die zingende klank van de klokken. Als je in menen alle klokken samen rekent, dan wegen die minder dan die zwaarste klok van Brugge bijvoorbeeld. Maar menen heeft Petit en Fritsen klokken. Dat zijn dan zeer heldere klokken die een bijzondere schoonheid hebben in de hoogte. Diksmuiden is een bijzonder sympathiek instrument, omdat het klein is en ook niet te hoog hangt. Dus eigenlijk bereik je ook gemakkelijk de mensen mee op de markt. En het is een instrument waar dat niet iedereen graag op speelt en sommigen ook niet zouden willen opspelen, net door zijn beperktheid. Maar dat vind ik net prettig om met die kleine dingen toch iets te doen, wat dan toch hopelijk lukt. Hè. Wat er leuk is aan biljardier zijn, is dat je vaak op plaatsen komt, op een plek waar dat er anders nooit iemand komt. Als ik vorige maand mocht spelen in het stadhuis van Lyon, dan ga je daar langs een beveiligde ingang, langs kleine hangetjes, op een zolder waar dat er anders buiten de biljardier nooit iemand komt. Je hebt vaak een uitzicht over de stad die fenomenaal is, waar dat anderen ook niet kunnen komen.
Anderzijds bijvoorbeeld, hier heb ik echt, ik zeg dat ik een room with a view, ik kijk door het venstertje en ik zie de prachtige polderstreek, de polderlandschappen met de ijzer die zich erin kronkelt en met de ijzertoren, schitterend zicht. In Brugge, daar komen wel zeer veel mensen, maar dan mag je werken in een gebouw van de 13e eeuw, dezelfde periode als Notre-Dame in Parijs. Ik vind het een ongelooflijke opportuniteit om in zo'n biotoop te mogen werken. Ik vind dat een schitterende kans. Dat komt erbij, maar dat is aardig meegenomen.